Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben vanmorgen alweer sporten. Ik heb mijn haar eventjes in een strakke knot gedaan, omdat ik wil het eigenlijk gewoon niet te vaak wassen. En morgenochtend wil ik eigenlijk ook weer sporten. En ik wil het eigenlijk gewoon pas woensdag wassen. Dus ik dacht, ik doe even zo'n strak knotje in. Dan zie je ook niet dat het zo heel erg vet is. Keer die komt zo meteen, want wij sporten eigenlijk altijd eerst samen bij Live PT. Dat zit hier in Scheveningen in de buurt. En dat was een soort van groepsles, personal training iets. Maar dat gaan we opzeggen. Want ja, ik vind eigenlijk bij de Basic Fit zelf sporten gewoon veel chiller tegenwoordig. En het is gewoon echt best wel duur. Het is 80 euro per maand. En de Basic Fit is 20 euro per maand. Dus ik betaal nu gewoon 100 euro per maand aan sport. Ja, aan de sportschool. En dat is natuurlijk echt onzin. Dus die gaan we opzeggen. Maar we moeten even kijken hoe dat moet. Ik denk dat we moeten bellen. Dus Keer komt eventjes hier en gaan we daarvoor kijken. En ik heb ook een Lovis pakketje binnengekregen met leuke nieuwe items. Maar die zal ik zo meteen eventjes aan jullie laten zien als Keer weer weg is. Verder wil ik vandaag echt super veel wasjes draaien. Ik ga nu ook eventjes de was ophangen. Of nou ja, opvouwen en in de kast neerleggen. Want anders heb ik geen plek om zo meteen nieuwe was op te hangen. Kijk, hier hangt allemaal was. En hier hangt allemaal was. Dus dat ga ik nu eventjes opruimen. Zodat er zo meteen weer schone was aan de rekken kunt. Oké, ik heb dus twee pakketjes om aan jullie te laten zien. Van Lovis en van Refined Department. Daar ga ik wel even mee beginnen. Daar heb ik een heel erg leuk setje van opgestuurd gekregen. Met een broek en een blouse erbij. Oké, broek heb ik in een XS. En dat is deze. Het is gewoon zo'n hele wijde broek. Lekker voor het strand bijvoorbeeld ook. Met aan de bovenkant zo'n elastieke band. Deze is 55 euro. En daarbij hoort dus een bijbehorende blouse. En die heb ik in een S, zodat die iets meer oversized is. Vond ik wel leuk. Even kijken. En dat is deze. Gewoon precies hetzelfde printje. En dan in een blouse. En deze is 45 euro. Dit is dat pak. Ik snap dat mensen het best wel heftig vinden als je dit op elkaar draagt. Dat als je in deze spiegel laat zien, kan je het wat beter zien. Maar je kan bijvoorbeeld ook dit blouseje gewoon losdragen. Over op het strand, over je bikini heen. Of juist je broek alleen met een bikini topje of zo. Samen is het wel erg heftig inderdaad. Ik weet ook niet of ik het zo snel samen zou dragen. Maar ik vind het wel gewoon een leuk pak om bijvoorbeeld los te dragen of zo. En een pakketje van Lovis. En ik heb voor Lovis ook weer een kortingscode voor jullie. Want met de code FLEUR20 krijg je 20% korting. Tot en met 2 maart. En ik heb echt allemaal leuke blouses en dingen uitgekozen. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Als allereerst deze. Deze heb ik al aangehad. Daarom dat die ook al helemaal het kaartje en zo er van af is. Maar dat is deze witte blouse. Vroeger droeg ik dit echt super veel altijd op de middelbare school. Maar ze hebben nu dus het nieuwe thema Emily in Paris. En daar past deze natuurlijk echt perfect bij. Heel erg leuk blouseje. Deze heb ik in een maatje S. Dit is de eerste blouse, de witte. Deze vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het zelf leuk om hem een beetje open te dragen. Zodat hij iets minder netjes is. Wat meer speels. Kijk, je kan hem ook natuurlijk helemaal zo dragen. Maar dat vind ik iets te netjes. Dus ik vind hem leuker om een beetje zo te laten hangen. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Voor met een broek of met een leerrokje of een lerenbroek. Om hem weer wat stoerder te maken. Dus dat is allereerst deze. En datzelfde blouseje heb ik ook in het zwart. Gewoon precies dezelfde als die witte die ik net liet zien. Alleen dan in het zwart. Deze heb ik ook in een maatje S. Dan precies dezelfde blouse, maar dan in het zwart. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien op camera. Maar zwart is altijd een beetje lastig om te laten zien. Maar het is gewoon dezelfde blouse dus als die hiervoor. Alleen dan in de zwarte kleur. Dan nog twee blouses, ook in zwart en wit. Ik heb echt alles dubbel. Alleen dan in zwart en wit steeds gekozen. En dat is deze. Dit is een iets ander modelletje. Maar deze heeft ook zo'n soort kantenpatroontje erin. Heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje S. Dan het andere witte blouseje in dit model. En ik zei net tegen Miel dat dit me echt heel erg aan vroeger moest denken. Omdat ik dit vroeger echt altijd droeg, zulke blousejes. En dan zwart altijd naar stage. Want op stage moest ik altijd zwarte blousejes dragen. Maar dit is dus die witte. Deze is ietsjes korter. Dus valt ook ietsjes wijder. Deze vind ik bijvoorbeeld ook leuk voor op het strand. Gewoon over je bikini heen. Dat je hem dan open laat hangen. Dus dat is deze. En diezelfde heb ik ook in het zwart. Kijk. Het is gewoon weer precies dezelfde. Maar dan in het zwart. En datzelfde blouseje dus weer in het zwart. Ook deze zie je weer wat minder goed op de camera. Maar hier kun je wel zien dat hij dus helemaal met van dat kant is. Dus dat hij dus ook een beetje doorschijnt op sommige plekken. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus dat is deze. En dan heb ik nog twee accessoire dingetjes. Allereerst deze klemmetjes.
in je haar. Kijk. Ik dacht gewoon super handig voor op vakantie. Of gewoon voor chill. Gewoon voor altijd eigenlijk. Daar zit een paarse. Een blauwe. Een beetje een grijs metallic. Ze zijn allemaal een beetje metallic trouwens. En een beetje een rozige. Dus dat zijn die. En dan heb ik nog een heel erg schattig armbandje uitgekozen. Met een pareltje eraan als het goed is. Ja. Kijk. Heel erg schattig schakelarmbandje. Hier grote schakels en hier kleine schakels. En in het midden wordt het dan ja, apart gehouden door een pareltje. Echt heel erg leuk. Heel erg blij mee. Alle linkjes van de items van Love Shop in de beschrijving zitten. En met de code FLIRT20 krijg je dus 20% korting op je aankoop. En die is dus geldig tot en met 2 maart. Dus houd het zeker in de gaten. Mio en ik die gaan zo meteen even boodschappen doen voor het avondeten. Vanavond moeten we nog even kijken wat we willen eten. We willen wel iets gezonds, maar een keertje wat anders eigenlijk. Dus ja, dan gaan we even kijken en dan gaan we boodschappen doen. Wij hebben wat gevonden wat we kunnen maken om te eten. Het is een garnalenpasta. Dus we hebben deze pasta gehaald. Milan heeft net knoflook gesneden, uitje gesneden, tomaatjes moeten erin. En deze garnalen hebben we gehaald. En paprika poeder om er overheen te doen. En kook. Ah, dit is kookzuivel. We moesten kookroom. Shit. Het is vandaag donderdag. Ik zie er echt niet uit. Ik heb net gesport, dus ik moet nog douchen. Maar ik ga eerst even wat eten, want ik heb echt super veel trek. En zoals je misschien op de achtergrond kunt zien, zijn er echt achterlijk veel pakketjes binnengekomen. Ik denk dat ik die van Pretty Little Thing in een aparte video ga doen. Maar dit van de Bijenkorf kan ik wel eventjes laten zien. Dat is wel leuk. En de pakketjes van mijn protein kan ik op zich ook wel laten zien. Want dat ga ik toch nu al gebruiken. Maar bij de Bijenkorf heb ik eventjes een nieuw oorbel besteld. Want ik was eventjes helemaal klaar met de oorbellen die ik in heb. En ja, dus ik heb een nieuw besteld van Ananina. Het is er maar eentje. Ik zo stom. Je kan ze daar dus per stuk kopen. Daar je de hoofdprijs voor. Maar oké. Okay. Hij was €35. En dit is het oorbelletje. Super klein. Goud met oranje. Maar ik heb dus van Ananina ook een knopje goud met een oranje steentje. Dus eigenlijk wil ik die dan. Ik heb aan de ene kant 4 gaatjes en aan de andere kant 3. Ik heb ook nog andere oorbelletjes van Anna en Nina. Dus ik wil eigenlijk een beetje dingen gaan combineren. Alleen dat steentje ben ik dus kwijt. Dus die moet ik even zoeken. Maar in ieder geval die heb ik dus besteld voor in mijn oren. En in mijn protein pakketjes neem ik wel eventjes mee naar de keuken om het te laten zien. Is dit leuk? Ja, dit kan wel. Oh, ik zie er echt heel slecht uit. Ja, mijn protein ga ik even openmaken. Ik had 2 losse bestellingen geplaatst. Omdat ik had eerst gewoon de dingen besteld die ik nodig had. En toen daarna zag ik dus op TikTok bij een chick dat ze ijskoffie ging maken. En dat ze dus proteïnepoeder gebruikt van mijn protein. En toen dacht ik, ja, dus dan gewoon zo. Ik denk dat dat hierin zit. Oh, dit is van Milan. Hij had ook wat nodig. Dus is van hem. Dan heb je deze dus nodig voor die ijskoffie. Dit is gewoon proteïnepoeder, maar dit is dus met koffie karamel smaak. Ik ben echt super benieuwd, dus die heb ik besteld. En ik heb net ook bij de Jumbo heb ik dus oploskoffie gehaald. Ik drink dus nooit koffie, dus ik heb geen idee of dit de goede is. Maar er moest dus oploskoffie zijn en ik wilde niet met cafeïne, dus ik heb het zonder cafeïne. En ik kon echt alleen deze vinden. Dus ja. En daarvoor bij heb ik dus ook nog vanille-druppels om in die ijskoffie te doen. Ik denk dat ik dat zo meteen wel gelijk ga proberen. Als we nog ijsklontjes hier in huis hebben tenminste, dat weet ik niet. En dan heb ik nog een bestelling gedaan. En er zit een beker bij. Ik weet niet dat ik die had besteld, maar een groene shake beker. Leuk, leuk kleurtje. Dan deze. Peach tea, toch heet die? Ja, deze. Deze gebruik ik de laatste best wel veel. Die Clearway Isolate, als ik het goed uitspreek.
En ik heb nu watermeloen opgemaakt. Die vond ik echt best wel lekker. En ik heb nog twee andere staan. Maar ja, ik weet, ik wil gewoon meerdere smaakjes uitproberen. Dus ik heb nu deze. De peach tea. En ik heb dus twee nieuwe zakken. Met proteïne pancake mix. En dan de vegan en de vanille smaak. Want die vind ik het lekker. En dan doe ik er altijd witte chocoladetruppels erin. En maak het met amandelmelk. Dat is echt heerlijk. Dus dat is eigenlijk alles wat ik bestel. Even kijken of we hier in de keuken nog plek hebben voor deze troep. Toch maar zo niet blij met me zijn. Maar oké. Okay. En dan ga ik denk ik even eten maken. Goh, ik kan wel een zonnebank gebruiken. Nee, oké. Ik ga even wat eten maken. Zal ik deze anders even voor jullie proberen hier midden op de camera? Okay. In mijn nieuwe bekertje. Ik had dus een keer een sample van deze van ijsthee. En die was zo lekker. Maar die is dus niet in een pot te koop. Echt super jammer. Dat schepje zoeken. Deze ruikt ook wel echt erg lekker, moet ik zeggen. Gewoon wat water. Een schepje met de poeder. Het ruikt echt heel erg lekker. Letterlijk naar ijsthee peach. Bixetje erop. En schudden. Taste test. Oeh, er zit nog een kleintje. Oh, best wel lekker deze. Ik moet hem alleen wel beter schudden. Deze is iets minder zoet. Deze is heel... Ja, gewoon echt perfect eigenlijk. Maar dan niet zo zoete perfect. Oké, in ieder geval. Ik ga even de keuken opruimen. Even een ontbijtje maken. Douchen. Daarom ben ik zo bleek. Hij staat op overbelicht zijn. Nou, niet dat het heel veel scheelt, maar oké. Okay. Ik heb mijn pannenkoekjes gemaakt. Deze zijn zo lekker. Ik eet ze eigenlijk een soort van als poffertjes. Ik maak alles van die kleintjes en dan eet ik ze gewoon zo. Ik doe er nooit een topping of iets overheen. Daar hou ik niet zo heel erg van. En ik heb die ijskoffie gemaakt. Ik ben echt super benieuwd. Normaal hou ik dus helemaal niet van koffie, zeg maar normaal. Maar ik vind ijskoffie dus wel echt heel erg lekker. Ik ga het voor het eerst proeven. Dit is echt best wel lekker. Oh my god. Ik had niet verwacht dat het de eerste keer zou lukken, maar het is wel gelukt. Heel lekker. Wij hebben lekker een pokeball besteld. En ga lekker boos kijken. Het is vandaag vrijdag en ik wilde dus eigenlijk mijn haar wassen, alleen ik ben het gewoon helemaal vergeten. En ik heb nu echt geen tijd meer om het te wassen en te feunen en te doen en zo. Want Rowan komt hier zo meteen naartoe, die is denk ik nu onderweg. We gaan samen een video opnemen, super leuk, ik heb er echt mega veel zin in. Ik kan jullie alvast een kleine hint geven als ik jullie dit laat zien. Er zit echt super veel in, er zit echt wat hier gevuld. Ik denk dat als jullie deze video zien, dat die video aanstaande vrijdag online komt. Maar het wordt echt een hele leuke video, denk ik. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb zoveel zin om het op te eten. Ik heb ook nog niks gegeten vandaag, dus ik heb echt heel veel trek. Ja, verder denk ik dat we gewoon even lekker goede tijden gaan kijken. Want Rowan en ik kijken altijd goede tijden samen. Echt de enige vriendin van mij die nog goede tijden kijkt. Ja, Rosa kijkt het ook, maar Rowan en ik kijken het eigenlijk altijd samen. Dus ik denk dat we dat eventjes gaan doen en gewoon een lekker gezellig dagje. Verder vandaag heb ik nog niet echt een planning eigenlijk. Ik moet wel echt vanaf mijn haar wassen. Want ik ga morgen echt iets heel erg leuks doen. Maar dat vertel ik jullie morgen wel. Ik heb deze nieuwe trui aan van Pretty Little Thing. Ik heb hem lekker oversized genomen in een M. Zodat hij lekker groot is. Ja, ik ga even wachten tot Ro hier is. Ro is er. We hebben net... Oh, filmt hij al? Ja, Ro is er. We hebben net een video opgenomen met het Amerikaanse soepsoepa. En... Deze is lekker. Ja, dit was echt ons favoriet. Video komt aanstaande vrijdag online, dus dan kunnen jullie hem zien.
En we gaan nu lekker goede tijden kijken. Woe. Want Ro is de enige vriendin van mij die dat kijkt. Met olijfje. Ro is net weg. En het was echt super gezellig. Ik heb ook echt tijdens die video zo intens erg gelachen. Hij is volgens mij ook best wel lang geworden. Maar hij komt dus aanstaande vrijdag voor jullie online. En ondertussen dat Ro er was, is er een pakketje binnengekomen van Gymshark. Milan die ging daar een nieuw shirt bestellen. Of die had een nieuw shirt nodig. Dus ik dacht, ik ga ook even kijken. En toen zag ik wat leuke dingen voorbij komen. Even kijken. Oh ja, nee, ik heb het wel. Even kijken. Ik heb een zwart setje en een beetje een beige setje. Want ik vind het wel het leukste als alles een beetje bij elkaar past. Oh, deze is van Milan. Milan heeft een zwart simpel t-shirtje. Daar sport hij altijd in. Dus hij heeft even een nieuwe. Is voor hem. Ik zal hem weer terug doen in het zakje. Even kijken. Ik heb allereerst een zwarte sport BH. Dat is deze. Gewoon heel simpel. Maar ik vind het wel heel erg mooi dat hij hier in het midden zo bij elkaar geribbeld is. En op de achterkant gekruist is. Vind ik altijd echt heel erg mooi. Dus heb ik in een maatje S. En daarbij heb ik ook een zwarte sportlegging. Ik heb deze sportlegging al in het grijs. En die vind ik echt heel erg chill en mooi zitten. Dus ik dacht, ik doe ook gewoon een simpele zwarte. Dat vind ik wel mooi om met elkaar te combineren. Ik weet niet, ik vind het altijd het leukste om setjes te dragen. En dit is volgens mij van de Vital Seamless 2.0 collectie. Dus gewoon een zwarte sportlegging. En deze heb ik in een XS. Ik heb eigenlijk altijd al mijn broeken in een XS en topjes in een S. En dan heb ik nog een setje van de Butterfly collectie. Die vond ik echt super mooi. Ik zag dus op TikTok bij een meisje dat zij de blauwe had. Maar ik weet niet, ik vond die wel heel erg mooi, maar misschien ietsjes te heftig nog of zo. Ik denk dat ik nog niet zo graag gezien ben worden in de sportschool door zo'n fel kleurtje te dragen. Dus ik ben voor de beige gegaan. Er heeft dus een soort van patroontje erin zitten, wat ik wel echt heel erg mooi vind. En ik vind vooral bij deze de rug echt heel erg mooi. Dat hij zo gekruist zit. En deze top heb ik ook weer in een S. En daarbij heb ik de bijbehorende sportlegging ook. En dat is deze. Het is een beetje een... Oh, iemand heeft hem al gepast, denk ik. Het is een beetje een grijs kleurtje. Ik zal het wel eventjes aantrekken, anders kun je niet gelijk zien. Oké, ik heb nu de set in het zwart aan. Perfect, maar die broek had ik dus altijd, dus dat wist ik op zich wel. En dit is de top. Het is wel een beetje een iets... Helemaal buiten adem van het passen. Maar het is wel een beetje een iets andere kleur zwart dan elkaar. Dat vind ik wel jammer. Maar ik ga het wel gewoon allebei houden, want het zit allebei wel gewoon heel erg chill. Ik ben eerlijk er zo uit de adem als ik me omkleed. Het zal nog wel van die corona zijn, denk ik. Maar dit is in ieder geval het grijze sportsetje. Maar ik denk dat ik die broek in een maatje groter ga bestellen. Want ik heb echt het gevoel alsof ik eruit scheur. Dit is een XS. Ik denk dat ik hem in een S ga nabestellen. En deze ga terugsturen ofzo. Er zaten trouwens ook cups in deze BH. Maar die heb ik eruit gehad. Want dat vind ik wat mooier. Ik weet niet over dit setje. Oké, okay, het is zaterdag. En ik wil dus net... Dit is echt helemaal ruk is dit. Ja. Ik wilde dus net gaan vloggen. Maar mijn geheugenkaart zit er niet in. Zo stom. Maar ik ben met Charlotte. En wij zijn in, hoe heet het hier? Nee. Zuidermeer. Zuidermeer. En we gaan hier vandaag foto's maken. Oh. Hoe heet het hier? Fabriek Zuidermeer. Dit is ook echt zo. Ja, zo. We zijn een beetje te vroeg, dus we wachten nog eventjes. Maar wij gaan hier vandaag lekker foto's maken. Nou, vandaag. Twee uurtjes hebben we dit gehuurd. Dus je kan dit dus huren. Ik ben dus mijn camera vergeten, dus dat is echt heel leuk. Oké, jongens, we zijn er aangekomen. Ik zal het even laten zien. Kijk, daar kom je binnen. Heel leuk. Dan heb je echt deze bloedmooie trap. Ik vind zo'n trap is echt mooi. Ze hadden er eigenlijk geen reet aan gedaan. Het is gewoon een betonnen trap. Het is heel mooi. Dit vind ik ook mooi, die ramen zo. Nou, leuk stoeltje. Nog een leuke stoel. Is ook mooi dit, die gordijnen. Ja, ik vind het echt... Zoveel staan het omkleden. Ja, het is echt mooi weer. Hier staat al onze zooi. Dus laten we beginnen. Lekker mijn broek open al. Voel me nu al thuis.
Nou, we zijn de boeren aan het inpakken hoor. Helemaal geslaagd, hè? Ik zat adres. Ja, toch? Ik zat adres van dit dingetje in de beschrijving misschien zetten. Guilty! Het licht is hier echt wel gelukt, maar ik heb eindelijk weer mijn camera met kaartje en met oplader. Of met batterij. Echt zo vreselijk. Ik had wel echt zoveel leuke dingen willen filmen. Maar ik zal wel even wat stukjes ertussendoor plakken van welke foto's het zijn geworden en van de reels. Ik heb 2 reels gemaakt, maar ik ben super blij mee geworden hoe ze zijn geworden. Ik ga zo meteen naar de stad. Ga ik even wat drinken met Biep en Cas. Of met z'n drieën gezellig. Maar we hadden ook afgesproken met Miu, Storm, Jet, Stijn volgens mij ook. Om ook wel met hun te drinken. Een beetje een dubbele afspraak. Dus ik ga eerst even met Cas en Biep ga ik even zitten. En dan op de helft van de avond wissel ik af naar het volgende tafeltje en ga naar de rest. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in, gezellig. Ik heb gewoon deze simpele trui aan van Pretty Little Thing. Een grijze, donkergrijze, zwarte flarebroek met mijn groene Jordans. En dan doe ik mijn nieuwe lievelingsje van de Zara erbij aan. Oh. Kaartje zit er nog aan. Doe ik die zo en dan mijn groene tas. Lekker groen. Maar het past op zich wel bij elkaar. Ik moet even wachten op een appje dat Piep en Cas gaan rijden. En dan kan ik ook gaan rijden. Het is zondag. We zijn een beetje bijgekomen. Gisteravond zijn we een drankje gaan doen op het plein. En we gaan nu bij mijn vader thuis eten. Die gaat lekker lasagne maken. Daar heb ik echt super veel trek in. Dus doei. Ik ben de weekvlog aan het bewerken. En ik zie dat ik nog helemaal geen einde heb. Dus bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Komende vrijdagen komen er ook weer extra video's aan. Ik zat alleen misschien te denken om mijn uploaddagen een beetje aan te passen. Ik wilde misschien de weekvlogs op woensdag gaan doen. En dan de extra video's of op vrijdag of op zaterdagochtend. Of op zondag. Laat eventjes weten wat jullie chille uploaddagen vinden voor de weekvlogs en voor de extra video's. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende.